Oké, jullie willen vast weten hoe de baby's eruit zijn gekomen. Ik kan het je eerlijk zeggen, ze zijn trash. Helemaal compleet trash. Hey, maar ondanks dat ze trash zijn, jongens, like even de video. Kom op, geef de ARK video's alle support. We zijn echt flink aan het grinden voor jullie. Niet vergeten, al die tijd al jaren. Ja, jullie zijn trouwens ook aan het grinden met het kijken, maar toch, hè. Even kijken. Kijk, deze zijn dus echt... Dat is wel grappig eigenlijk, want deze zijn... Best wel trash. 1 stem in de stad. Maar dan heeft hij wel de 48 mail in stad. Het kutte is, ik heb alleen maar mails gekregen. 48 melee, chill. Maar hij is helemaal trash verder. Weet je wel, hij is gewoon trash. Het is gewoon wat het is. Deze is op zich nog wel oké. Deze zou ik misschien een Jamie kunnen geven. Maar ik heb niks aan mails, man. Ik heb helemaal niks aan mails. Ja, nou, ik kan ze dus wel in die tunnel gooien voor defense. Maar ik denk dat ik deze oprecht aan Jamie gegeven, wanneer die groot is. Als een soort van cadeautje. En hij heeft dan dus nog Tila's. En hij zocht daarvoor een mail van 4, maar ik weet eigenlijk niet meer, man. Maar ja, goed. Ik wil eigenlijk kijken of ik mijn plan kan hervatten van de laatste sessie eigenlijk. Want dat, ja, dat werd opeens intimidatie. Ik heb wel extra turrets nu. Dus die zou ik ook nog kunnen plaatsen. Ik wil eigenlijk een torentje ook aan de buitenkant doen. Maar ja, daar blijven we ook dit allemaal voor nodig hebben. Wat ik ook nog hoor, had ik dat niet al gemaakt? Laten we daarom ook maar even flink de nieuwe Mastercraft Chainsaw meenemen. Dan kunnen we daarmee echt hopen veel bomen gaan harvesten, oké? En dat kunnen we dan weer omzetten tot charcoal. En jullie weten wat er dan gebeurt. Dan krijgen we natuurlijk de Mighty Gunpowder. De Mighty Gunpowder, hier. We gaan maar door met de gunpowders. Echt infinite. Zo, bullets craft ook gewoon lekker door. Op zich, we zitten qua turrets nu ondertussen wel redelijk prima. Ik doe denk even zo. Ja, qua turrets zitten we redelijk prima. Alleen, ik moet nog... Ja, ik heb nog meer electronics nodig. Dus ik moet ook een plek vinden voor pearls even. Om uiteindelijk nog maar extra electronics te maken. Ik kan deze... Ja, ik kan er voor nu even 2 extra bij de ingang neerzetten. Om voor toch een beetje die extra defense. Is wel handig om te hebben op zich. Zijn er nog mensen geweest? Nee, dat niet. Je wilt ze ook zo vroeg mogelijk schieten eigenlijk. Ik denk dan toch deze 2 angles even, man. Zo, het wordt wel echt... Ja, het is wel echt easy om op te blazen, maar ja. Zo, het chillen is... Ja, ze kunnen hier wel rock elements uitgooien. Ja, dat is wel kut, man. Want ze kunnen hier gewoon binnenkomen en een rock element uitgooien. Dat past allemaal net, denk ik. Ze kunnen hier naar binnen, je ze alle chilltijd, noem maar op, blapper op, rock elemental. Die kan dit easy als ook. Ik weet niet of die hier doorheen kan, ik denk het niet. Oh, ben je empowered? Oh, oké. Okay. Maar dat is wel gewoon een klein beetje een probleem. Ik zou daarom ook gewoon al hier mijn rock elemental neer kunnen zetten. Maar dan kunnen ze dat weer met rocket launchers opblazen. Dus daar word ik ook niet heel vrolijk van. Het is jam... Ja... Ja... Ja, ik weet niet. Dit is gewoon vooral even om alles behalve rock elementals buiten te houden. Oké, okay, nou, in ieder geval... Ik ben weer buiten! Joehoe, buiten! Waar spawnen de pearls? Ik wil pearls. Groene obby, zetten daar pearls? Dan kunnen we even kijken. Ik denk... Ja, man. Ik weet niet meer waar die dingen origineel waren. Ik wil ook echt een fassole poepoe temmen, man. Daar heb ik in principe... Of ik heb explosives, maar ik weet dus niet hoe het werkt. Dus laten we eerst even snel de map verkennen. Kijken of we een hutje kunnen vinden wat we open kunnen kraken. En weet je wat? Laat ik maar gewoon richting de Wyverns vliegen, man. Ik denk dat ik echt een hut ga vinden dat die kans... Ja, ik heb al gevonden. Maar ja, de kans dat het iets is wat ik zomaar kan openbreken... Schat ik niet super hoog in. Dus als we dat gewoon even combineren met... Ja, gewoon even een ei-poging. Dat is wel nice. En ik wil dit even testen. Map, 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 map. Tering insane, man. Cactusap voor deze. Adobe structures voor deze. Let's go. Let's go. Perfect. Perfect. Oh, hockey. Daar zit dat oude hok. Señor Pedro. The fuck? Er fikt hier echt veel te veel. Waar is zijn deur? Waar is je deur? Ho. Oh, dit is sowieso secret door, man. Nou ja, omdat ik toch iets op wil blazen. Yeah. Let's go. Wacht. The fuck? Ja, ik wil gewoon hierin. Ik wil gewoon iets. Ik wil gewoon ergens naar binnen. Oké. Okay. Stuk. Hoppa. What the fuck? Huh? Maar die... Wat? Hè? Is het bezig respawned, man? Oh, Hux staat erin. Oh, dat is een glitch. Een map van Scorch en een bed. Wat is het? Zit het op Trap with 7 hier? Want dat is nieuw voor mij. Ik denk niet dat hier iets in staat, man. Oh ja, dit is allemaal glitched of zo, man. Oké, okay, ja, hier ga ik niet meer mee fucken. Die ga ik wel even... Ja, oké. Okay. Nou, zonde van de explosieven. En door. We gaan wel door. Door. Oké, okay, we gaan even kijken bij Red Obby of Green Obby of daar parels zijn. Ik heb pareltjes nodig. Dat is een flinke vis, gek. Oké, okay, zijn hier parels? Zijn hier parels? Nou, oh, nou, ja, hier zijn parels. Ik zag ze niet liggen, maar ik heb wel wat verzameld.
Oké, ja, ik zie ze oprecht niet liggen, maar ik verzamel parels. Maar ik verzamel vooral zand. Oké, dit is tot nu toe echt geen nuttige plek. Ik heb ook het gevoel dat de parels hier gewoon al weg zijn. En dat ik nu letterlijk de restjes aan het rapen ben, man. Wat is dat? Oh. Oh, welk level? 30. Baba. Oké, er zijn nog een paar pareltjes over, maar dit is niet de plek, man. Dit is niet de plek. Dit is niet de plek. Oh, nee. Nee, oké, dit is kut. We gaan hier gewoon weg. Hé, die Prosopteron was half getamed of zo, man. Oh, dat is een baby. Oh, nee, daar zit een baby bij. Waar zijn parels? Waar is Bees? Mooie Tilaco. Nee, trash. Oké, gewoon goed de ogen ophouden, jongens. Doen we een mooi rondje map. En dan gaan we naar Wyvern Trench kijken of we een mooi eitje kunnen pakken. Zonde. Hé, hey, kijk daar eens aan. Kijk daar eens aan. Kijk daar eens aan. Zandig. What the fuck? Nou, een beetje oil runnen vind ik ook niet erg, jongens. Kleine oil run. Prima. Zandig, kom op. Dankjewel. Die is al even niet geleegd. Zandig, dankjewel. Ik dank u. Nou, storage box. What the fuck? De hoeveelheid bugs die dit spel nog heeft af en toe. Staat hier een hok? Oh, daar staat een hok. Gek op. Draai, 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 draai. Ben gezien, nee toch? Oh mijn god. Oh, draai, 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 draai. Oh, fuck. Hier staat gewoon iemand. Mexico. What the fuck? Joink. Kut. Waarom doe ik dit nou? Wow, wie was dat? What the fuck? Super random, jongen. Ik zet even kwakjes op om te lozen, maar... Oh, kut. Die is van die base. Ah, shit. Ik ben... Ah, dat is Mexico. Kut. Kut, ik zag ook ineens staan. Kut. Kut, die kan er best met een sterkere roer van komen. Ah, kut. Kut. Wow, ik zie mensen gewoon niet in het spel, man. Dat is wel een personal attack, trouwens. Land, 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 land. Oh, kak. Oh, hij heeft ook eens een snelle Wyvern. Fuck, man. Ja, dit ziet er wel te doen uit, man. Ik ga niet liegen. Dit ziet er wel te doen uit. Een mooie Induforge. Ja, ja, ja. Maar het is het mooie. Het zijn allemaal Adobe muurtjes. Als ik een eind... Wacht, ik werd niet beschoten door turrets. Dus ik kan misschien al heel tactisch... Oh. Hit hem raak, hit hem raak. Oké. Okay. Oké. Okay. Weet niet of ik dit moet willen. Welk level is die? Juan, 105. Oh, maar Juan is wel bijna neer. Juan is wel bijna neer. Ja, alleen zo ga ik een fight nooit winnen, weet je. Dat is gewoon oprecht een ding. Juan zelf heeft niet zoveel levens. En zijn stamina is denk ik op. Kom op! Kom op! Ja, dank je. Hans en stamina zag er volgens mij daar even niet zo heel goed uit. Ik moet echt in hem vliegen houden. Ja, hij heeft die draaicirkel veel meer meezetten met die snelheid. Hoe gaan we dit doen? Ik moet één balletje raken en het is gewoon klaar, hè? Kom maar recht op me af, anders. Was dat raak? Was dat raak? Ja, toch, dat was raak. Ja, 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 ja. En dat was ook raak. Kom op, Gwanneke. Oké. Okay. Mag ik hier landen? Zolang ik echt recht op hem af kan vliegen en hij vergeet zijn eigen HP... ...kan ik dit gewoon lekker redden. Kans alleen niet per se groot dat hij veel loot heeft. Hij is bij de basis, dus waarom zou hij, weet je wel? Hoe ver komt die bal? Nou... Nee. Als raak. Gewoon, hoe sta je ervoor? 35 HP, gewoon. Ah, kom op. Oh, die had raak moeten zijn. Ja, het is echt één hit en hij is weg. Oh, kom op. Oh, kom op. Dag, gewoon. Dag. Nu ga je dood toch, gewoon. What the fuck, hij leeft nog steeds. Fuck, gewoon, hoe leef je nog? 29 HP. Ga het alsjeblieft dood al hitten anders. Nee, niet naar je base, niet naar je base. Niet naar je base. Ja, gewoon, ik ga je gewoon neersnipen anders, hoor. Er zit niks anders op. Kutzooi! Juan is heel laag. Kom op, Juanneke. Komt hij eraan? Juanneke. Ik sta helemaal vast ook, man.
Juanneke. Juanneke, kom nou. Juan. Kan ik zo'n shit hitten? Ik hit wel wat, maar... Kut man, hij moet neer. Hij was zo close. Ik snap niet wat die laatste dingen geen damage deden. Ik kan de helft niet hitten, man. Oh, maar dan kan hij toch niet... Oh, hij gaat denk ik binnen healen, man. Ik wil Mac naar buiten lokken, maar als hij even komt vechten... Dan kan ik net wat doen. Dus ik ga maar gewoon deze Wyvern even doorschieten. Alleen qua armor of zo zit ik er natuurlijk totaal niet goed voor. Totaal niet. Kom op, Juanneke. Moet ook even kijken qua turrets, want hij heeft allemaal turrets eromheen. En op het dak heeft hij er ook best wel veel verspreid. Ja, dus het is geen makkelijk om in te komen, man. Als ik zou... Man, volgens mij is mijn game een beetje bug, man. Ik doe wel damage, maar... Oh, ja. Hoeveel torpen hebben die dingen? Nee, kan ik hem beter schieten dan torperen. Ja, ik zit even te kijken, man. Want een rock elemental... Ja, dit is die pilaar. Is lastig, maar een rock elemental... Als ik die van de hoogte zou kunnen gooien... Gewoon cryo uit de lucht, weet je wel. Dat zou op zich kunnen. Zou ik alleen een wyvern erboven moeten laten hangen... En dan hopen dat dat werkt met de cryopotten erop zitten. Ja, ik ga nu vooral op deze manier geen schade aanrichten. Dat is wel... Dat is wel een probleem, man. En ik ga dit ding ook niet doodkrijgen met deze rifle. Het gaat echt... Ja, het kan wel, maar het gaat echt heel lang duren, man. Niks daar. Oh, een level 7 RG, gast. Kom naar buiten! Kom vechten! Hij kan hem hier niet goed mee hitten door de richel, zeg maar. Zie je, je ziet ook gewoon niet goed wat je hit. Ah, dit is al prima. Alleen hij is nu 100% weer geheeld. Ah, nou, ik kan hier wel even schade aanrichten. Doet niet superveel damage, maar... Ik kan hem wel veilig afhandig maken van een Wyvern, zeg maar. Ik zag volgens mij een player. Ik wil eigenlijk alleen die hitten. Met die Poison River kan hij me echt veel harder pakken nu. Trouwens, echt veel harder. Is het erg dat ik Mexico aan het vallen ben trouwens? Ik zweer, het is puur de game. Gaat hij het echt niet redden? Ah, kom op. Ik wil die fight afmaken, man. Hij was super laag. Ja, ik ben zelf ook goed gehit, maar... Oh, ik krijg hem gewoon niet naar buiten, man. Nou ja, zeg maar dag tegen de Wyvern. Tot ziens. Hi. Oké, het gaf wel mooie leveltjes op zich, ga niet liegen. Maar hij komt dan gewoon niet. The fuck? Hij is gewoon zelf heel erg low natuurlijk. Ik weet niet tot welke range ik veilig sta, man. Kan ik die dan raken? Ja, die, ik raak hem wel. Ik zie dat ik hem raak, maar hij telt niet. Hij staat in de shit zelfs, man. Ja, hij doet geen damage. Ja, jongens, ik kan dit nu niet reden, man. Dat kan niet. Dat kan niet, nee. Ja, Rock Elm. Ja, zal dat lukken? Ligt eraan hoeveel bullets hij heeft, man. En dan moet het echt zo, want ik kan er niet even eraf springen om een raket te schieten of zo. Tenzij ik een beetje op de zijkant van de pilaar kan landen, dan zou het echt perfect zijn. Maar ik zie nu al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alleen al zo in deze hoek zie ik al 8 turrets of 9 of 10 of zo. Gewoon best wel veel. Ik kan misschien iets bouwen nog. Nee, is te gevaarlijk nu, man. Mij kennende vlieg ik daar recht de turrets weer in. Ik wil even een andere engel pakken, maar dit is wel handig om te weten in ieder geval dat hier iemand zit. Die ik nu boos heb gemaakt. Ja, aan de voorkant trouwens is het best wel een landingsbaan. En ik moet dan in een situatie komen waar ik zeg maar dit doe. Dus gewoon zo eraf en dan de rock elemental uitgooien. Kunnen we morgen misschien proberen? Ik weet niet of ik dat nu moet doen. Mijn eigen defense is nog niet steady. Misschien moet ik die eerst even snel klaarzetten. Oké, hey, maar wel ziek. Toch iemand gevonden met een hok. Yes. Pillar base wel meteen. Helemaal kut, maar... Hé, hey, is dit niet waar ik mijn oude base zal? Oh nee, hier is een stream base. Hier ergens, daaronder volgens mij. Nee, was er wel mijn base. Want hier tussenin. Ja. Daar tussenin zat mijn geheime basis. Oh. Ach, hier lagen ook parels, toch? Ja man, hier lagen ook parels. Ik zeker. Vaak ook kapro's, dus ik ben even een beetje bang. Ik hoor al iets. Wat is het dat ik hoor? Is het een vis? Volgens mij waren de parels dan vooral hier? Nou nee, hier ligt echt helemaal niks. Yo man, waar liggen die parels op deze map? Of zijn we ze gewoon continu leeggeplukt? Ik wil gewoon één parel zien dat ik het kan bevestigen van, oh ja. Oh ja, 40 pearls. Nice. Zijn ze dan gewoon leeggeplukt? Ja, het zou gewoon kunnen, hè. Ik denk dat ik met Jamie even moet kijken of ik een soort van parelplek kan bevrijden of zo, man. Dit is wel echt dramatisch als we... Is dat een base? Oh, trouwens, jongens. Vergeet natuurlijk niet om een linkje in de beschrijving te checken voor G-Portal als je een gameserver zoekt. G-Portal zijn de meest epic gameserver aanbieders, oké? En zo is dat. Ik werk ondertussen al een goede tijd met ze samen. Heel veel van jullie hebben ook al een servertje daar aangeschaft. En al met al is het gewoon een hele fijne, betaalbare serverhoster. Voor als jij met je vrienden wil spelen op welke game dan ook. Ark, Minecraft, noem maar op. Alleen Ark is het jammer genoeg niet. Want dat komt door niet... En ik zeg het omdat ik me ook afvroeg of hier een G-Portal...
hoogst op zit. I don't know. Longnecky, 100.9% damage. Ah. Treurig. Tragisch en treurig. Ja, ik kan die parels niet zo goed zien liggen meer, man. Ik geloof wel dat hier bijvoorbeeld parels kunnen liggen, maar ik zie het gewoon niet. Oh, jullie zeggen wel parels. Ja, hier liggen wel parels. Oké. Oké. Let's go. Ja, echt heel weinig. Wel. Parels. Onder de waterval. Oké, onder de waterval hier liggen parels. Ja, maar hier... Het zijn er maar 1000, man. Dat is... Nog ineens. Nog ineens 1000 parels. Ja, ja, ik... Ja, parels, man. Parels zijn echt lastig, gast. En hier durf ik niet te farmen, want hier zit de kapoepoepoe. Dat is wel weer een waterval, trouwens. Ik zit nu mijn theorie te testen dat parels alleen maar bij watervals liggen. Alleen, hij klopt niet altijd. Ah, kak. Wat is dit nou weer, joh? Ik zag een rode drop. Señor Pedro. Oh, fuck. Midden op de brug, hè. Ah, wacht. Wacht, wacht. Oké. Oké. Aan de ene kant hebben we wel gewoon bazen gevonden. Aan de andere kant, ze zijn gewoon allemaal best wel intimiderend, jongen. Señor Pedro. Wat heb jij allemaal in huis? Ik zie turretoren. Die zijn nog niet af. Ze zijn nog niet allemaal af. Deze hoek is best wel kwetsbaar. Dit zou kunnen runnen met een golem. Oh, oké, oké, oké. Wat zijn de coördinaten? Oh, maar dat is echt een rode drop. Señor Pedro. Oké, set op de map. Oké, zo krijgen we wel gewoon even wat... Het mooie is, ik hoop gewoon dat... Oh, ik hoop gewoon als ze allemaal electronics hebben, weet je wel. Dan zou zo'n reten nog wel waard zijn. Oh, wat is dit? Oh, kut, dat is Señor Pedro van dat stenen hok natuurlijk. Oh! Oké, spoorwegen... What the fuck? Dankjewel. Dankjewel. Oh, dat was Señor Pedro. Oh, oké. Oh, kut. Dat is wel goed om te weten in ieder geval. Dat is van Señor Pedro. Kutzooi. Oké, maar jongens. We moeten gaan voorbereiden op meerdere dingen. We kunnen 2 targets aanvallen. We moeten defense spekken. We moeten aanval preppen. En we hebben heel weinig kansen, want ik heb maar 1 rock elemental. Die geleveld moet worden, trouwens. Zwaar geleveld moet worden. Is er iets als een hitching post? Is er iets als een hitching post? Dat zou echt top zijn. Er is een hitching post. Oh mijn god, daar gaan we even gebruik van maken. Hitch. Ik hoop eigenlijk dat die hetzelfde werkt. Dat zou super chill zijn. Yeah, ik ga niet liegen. Oké. Dwayne. Show yourself. Oké, Dwayne. Dit is een hitching post. Jij gaat hier aan vastzitten. Oké. Oké, Dwayne. Ik heb je al je levels nodig, gast. Allemaal. God damn, jongens. Oké, dit wordt legendary. We gaan binnenkort echt zo snel mogelijk raiden. Die voortjes ga ik binnenkort ook opruimen, want die laggen me echt mijn hele basis. Volgens mij zijn ze allemaal klaar wel, ja. Jammer dat we die kill niet hebben kunnen maken in de dogfight. Zou heel ziek zijn geweest. Maar bedankt voor het kijken, jongens, naar deze video. Hoop dat je het epic vond. Ja, en snel gewoon even die actie opzoeken, jongen. En ik bedoel nog even zo'n vaseline tem een keertje. Yo!